hele goede morgen. Ik ga mijn lippen laten tatoeëren nu. In Dordrecht bij mijn lieve vriendinnetje Selena. Zij is de beste. Ja, ze geeft ook cursussen en alles, maar zij is gewoon echt supergoed. Ik heb het al een keer gedaan. Ik zie daar helaas niet zo heel erg veel meer van. Mensen vragen wel eens aan mij, welke lipgloss heb je op? Maar dan heb ik gewoon alleen een beetje vaseline op. Maar omdat mijn lippen al gepigmenteerd zijn, zo noemen we dat toch? Mijn lippen zijn al ingekleurd. Lijkt het alsof ik iets op mijn lippen heb. Maar vandaag ga ik iets super moois doen. Ik heb een nieuwe pony. Die kan ik gewoon op klikken en afhalen. Dan hoef ik hem niet te knippen. Dan heb ik niet van die korte pieken in mijn haar. Ik ga nu rijden, want ik ben een beetje aan de late kant. Want ik moest Elijn naar school brengen. En Dion kwam uit zijn nachtdienst. Dus het was... Gelukkig heb Dion boterhammen voor Elijn gemaakt. Dus kon ik mezelf een beetje mooi maken. Dus dat was alsjeblieft. Dankjewel, baby. I love you, hè. ik ga nu rijden naar Dordrecht. En ik heb er super veel zin. En ik heb een Red Bulletje die ik lekker ga drinken. Iedereen zit in een winterdepressie. Oh, dit staat wel heel hard aan. Ik weet niet of jullie me gehoord hebben eigenlijk. Ik zal even kijken. Oh, jullie hebben mij wel gehoord. Ja, dat ding stond aan omdat de ijs om mijn raam ligt. Maar iedereen zit in een winterdepressie. Maar dit is echt de eerste keer dat ik mij heel goed voel. Ik heb er geen last van deze keer. Ah, ik zit zo lekker in mijn vel. Nou, ik ga rijden. Ik ben 5 minuutjes te laat, valt best mee. Nou, ik heb hier nog een beetje inkt op mijn lippen zitten. Ja. Maar echt een heel klein beetje, volgens mij alleen een randje zie je. Ja, je ziet het bijna niet meer. Nee, het is echt wel goed vervaagd. Dus we gaan even een kleurtje uitzoeken. En een, ik wil een beetje kleurtjes? Wat, ja, ik wil een beetje rooier. Dat je wat Angelina Jolie hebt. Zij heeft sowieso getatoeëerd, hè? Uittesten. Ja, ook? Denk je niet? Ik durf niet te zeggen. Als je zo geboren wordt, dan ben je echt gezegend. Dus, nou, jij bent ook gezegend, hoor. Ja, met mijn neppe pony. Die ik opgeplakt heb. Nee, maar ik ben... Oké, nou, dan ga ik maar strijden. Komt helemaal goed. En dan laat ik het aan jullie zien hoe het gaat. We gaan even de kleur bespreken. Daarna ga ik het helemaal voortekenen en dan kan je zelf nog even kijken hoe je het vindt. En als je echt tevreden bent, dan gaan we beginnen met pigmenteren. Waarom ben jij zo bruin en ik niet? Wat gebeurt hier? Dat komt door die lamp. Je hebt die lamp op je gezicht, kijk maar. Oh ja. Ik ga elke dag naar zo'n zonnebank. Zou ik deze even op mijn hoofd zetten? Zo? Zijn we hetzelfde. Mijn pony is best wel een beetje een andere kleur, of niet? Nee, helemaal niet. Ik wist niet beetje... dat het een neppony was, joh. Ja, kijk, ik heb hem opgeplakt. Oh ja, ja. Heel leuk. Mijn lippen zijn gedaan. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ik ken het wel zo. Kijk. Echt super blij mee.
Zo mooi. Mijn vorm komt er zo mooi uit. Nu zijn ze natuurlijk helemaal gezwollen van het tatoeëren natuurlijk. Dat slinkt weer. En hier in het midden heb ik littekenweefsel. Mensen zeggen ook tegen mij, ah, heb je dat laten spuiten? Want dat wil ik ook. Maar ik heb van mezelf daar littekenweefsel. Dus daar kan geen filler in. Dus daar zit nooit wat. En nu gewoon ja, goed verzorgen. En ja, het wordt gewoon super mooi. Ik ben er zo blij mee. Dan is gewoon je vorm komt gewoon weer lekker naar voren. En dan heb je, ja, ik weet niet. Het is gewoon hartstikke mooi. Je hoeft geen lippenstift op. Je wordt gewoon zo wakker. En je ziet er eigenlijk al goed uit. Maar ik ga nu lekker rijden. Ik ga die kleine van school halen. Nou, ik ga rijden en die kleine ophalen en lekker naar huis. Het is hartstikke koud. Het is KUT weer. Het is vreselijk. Oh. Ik ben nog te vroeg, dus ik ga maar even boodschappen doen. Dan is het ook weer gedaan. Dan kan ik vanavond gelijk koken, want die jongens het toch niet. Maar ik kook alleen voor jullie en mij. Hey! Hey! Zo, nou, ik heb even mijn laptop aangezet. Ik heb even een lekker warme pyjamaatje aangedaan van donder. En ik ga even mijn vlog maken en die ga ik online zetten. Dus dat ga ik nu even doen en daarna ga ik koken. En Dion is net weg. Die is die is met vrienden uit eten en daarna gaan ze naar de kroeg. Een werkuitje. En zijn vrienden werken ook bij hem, dus ja, die gaat wat of flink wat drinken, denk ik. Dus ik zal hem wel even filmen hoe die thuis komt. Oh, ik ben eigenlijk best moe, maar dit moet gebeuren. Zo. Ik ben even aardappels aan het schillen. Dan ga ik even bloemkool maken met het tataartje. Voor Eli en mij. Dion eet niet mee. Die is lekker aan het zuipen. Maar de vlog is gemaakt. Die is nu aan het opslaan. En dan zet ik hem er zo op. Oh. Maar mijn lippen zijn echt super mooi geworden. Ik ben er zo blij mee. En ook de pijn. Ja, ik had eigenlijk geen pijn. Dus het was eigenlijk zo gepiept. Super chill. Echt helemaal blij mee. Wat vinden jullie eigenlijk van mijn wimpers? Moeten jullie eraan wennen? Of zijn jullie er al aan gewend? Na al die vlogs erop. Ik moet er nog steeds wel een beetje aan wennen. Maar goed, ik ben er wel super blij mee. Dion en ik gaan echt iets super leuks doen. Echt iets leuks. Ik kan het alleen nog niet vertellen. Jullie moeten gewoon de vlogs kijken. Ik krijg de laatste tijd echt wel veel haatreacties ook. Echt veel mensen zijn weer super jealous. Ik vraag me dan echt af, hè. Is je eigen leven dan echt zo triest? Dat je constant bezig bent met mijn leven? Weet je, ik kom niet op de televisie. Je bent niet verplicht om naar me te kijken. Maar toch doe je even moeite om me op te zoeken. Om naar me te kijken. Om tijd in me te steken. En dan vervolgens om een reactie over mijn kind of zo erop te zetten. Dan ben je helemaal triest. Dan moet je in mijn gezicht doen. Iets over mijn kind zeggen. Maar ja, dat durven jullie niet. Ze zijn allemaal van die superhelden. Die zelf in de modder zitten. In een achterstandbuurt wonen. En uitkering trekken. En te lui zijn om te werken. En dan oordelen over andere mensen. Ga wat doen met je leven. Ga wat nuttigs doen.
Zorg dat je zelf gelukkig wordt, zodat je niet zo bezig bent met de ander. Maak jezelf nuttig. Ga je huis poetsen. Ga leuke dingen met je kinderen doen. En als je geen kinderen hebt, ga wat leuks met je vriendinnen doen. Zoek een leuke vent. Maak een account aan op Tinder. Of op Fruits. Of op Second Love. Ja, even serieus. Het lijkt wel alsof de mensheid steeds meer mensen misgunnen gewoon. Gewoon, ja. Iedereen is zo zuur. Zo doorgewinterd. Ik zweer, sinds ik niet meer met negatieve mensen omga. En gewoon alleen met mensen omga die ook graag met mij om willen gaan. En waar ik wat aan heb, waar ik van, wat van kan leren. Die alles stabiel hebben op de rails. Die gewoon gezellig zijn in hun omgang en doen en laten. En over leuke dingen kunnen praten. Gewoon, die gewoon lekker in vel zijn. Waar ik gewoon echt gewoon van kan genieten. En die gewoon eerlijk zijn, oprecht. Sinds ik met zulke mensen omga en al die bedorven, verrotte appels heb gelaten, zit ik gewoon helemaal niet meer in een negatieve spiraal. Het is gewoon, ja. Ik voel me gewoon echt super goed. Het is echt belangrijk in het leven om gewoon alles te laten waar je gewoon... Laten we zeggen, je moet alles gewoon laten wat te veel energie kost. Wat te veel energie zuigt. Soms heb je toch wel eens dat je met bepaalde mensen bent geweest. En dat je helemaal leeg, dat je eigen helemaal leeg zo gevoel. Dat heb ik ook. En zulke mensen ben ik gewoon echt niet meer. Gewoon echt ver van mijn bed, show. Gewoon echt uit mijn ogen gaan. Mag je mij niet? Vind je mij niet leuk? Prima. Dan toch niet. Je hoeft me niet leuk te vinden. Als je me niet leuk vindt, dat is jouw probleem. Niet mijn probleem. Ik vind ook bepaalde mensen niet leuk. Daar hou ik ook afstand van. Nou, vroeger was ik altijd heel erg op mezelf. En toen in een periode 2 jaar geleden of zo, of 3 jaar geleden... wou ik met zoveel mogelijk mensen zijn. En had ik ineens heel veel vrienden. Allemaal neppe vrienden. Maar ja, iedereen wou een beetje ook van me profiteren toch. Omdat ik veel volgers heb. En ja, zogenaamd allemaal matties zijn. En bla bla bla. Ja, daar word je echt niet gelukkig van. Ik heb echt de laatste 3 jaar heb ik echt gezien. Geloof mij hoe de mensheid is. Mensen zijn echt vies. Niet allemaal hoor, zeker niet. Maar heel veel wel. Echt. Maar ja, zulke dingen. Kijk, vroeger vond ik het prima om een kleine cirkel te hebben. En vroeger, ja, was ik gewoon anders als 3 jaar terug. 3 jaar terug ben ik ook weer heel erg veranderd. En heb ik alles gewoon binnengelaten. En dacht ik van leuk en gezellig. En dan stoot je toch weer een paar keer je hoofd. En dat vond ik best wel erg. En daar zat ik best wel mee. En uiteindelijk ga je toch inzien van, het is geen verlies. Het is een verlies voor hun. En voor mij is het alleen maar beter. Want ik voel me beter. Ik ga omhoog met bepaalde dingen. Ja. Je blijft niet meer zo in die negatieve cirkel. Met die negatieve mensen. Dus ja. Gewoon heel, in heel het leven leer je gewoon dingen. Je blijft gewoon continu, blijf je dingen leren. Leren. En ja, of je loopt 1000 keer met je hoofd tegen dezelfde bult aan. Of je leert ervan en je doet er wat mee. En ja, ik hou wel een beetje van leren. Nee joh, ik ga dit even weggooien. En ja, weet je wat ik ook heel erg merk? Tuurlijk, ik heb ook wel vrienden zonder kinderen, maar dat zijn er echt heel weinig. Maar ik wil me gewoon, ja, ik wil gewoon met mensen zijn die ook kinderen hebben. Want je merkt gewoon heel erg mensen, vooral meiden, die geen kinderen hebben, dat hun gewoon heel erg anders levelen als mij. En dat, ja, ik heb gewoon een heel druk leven.
En ik heb elke dag wat te doen en elke dag heb ik het druk. En ik vind het al moeilijk. Ik heb een grote familie. Nou heb ik niet met iedereen contact, maar ik heb een grote familie. Ik heb veel, tenminste veel. Ik heb vriendinnen, vrienden, mijn ouders. Ja, nou mijn vent, die kleine. Mijn werk, mijn sport, mijn huisdieren. Ja, ik heb het gewoon elke dag gewoon druk. Dus ja, om nou heel de dag te gaan chillen met mensen, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Dat is gewoon af en toe leuk, maar niet altijd. En die tijd heb ik ook wel een beetje gehad. Ik heb echt een jaar lang heb ik echt, ben ik naar festivals en zo gegaan, superleuk. Want ik heb vroeger niet echt een jeugd gehad, dus ik was heel jong dat ik een relatie had, heel lang. En ik werkte toen alleen maar. En ja, ik zat eigenlijk alleen maar thuis en ik ging niet uit. Omdat toen een vriendje had die dat niet zo leuk vond dat ik uitging. En ja, toen heb ik niet echt geleefd. Dus in mijn vorige relatie ben ik naar een aantal feestjes geweest. Maar dat heb ik wel weer gezien. Ik vind het echt niet leuk meer. Het is, ja sorry, maar ook sowieso hardcore. Dat vind ik al helemaal heftig. Allemaal rozelingen. Het is gewoon niet meer mijn ding. Ik vind het af en toe gewoon met leuke mensen omringen, echte mensen, gezelligheid. Gewoon om er even uit te zijn, dat vind ik leuk. En Dion is gewoon mijn beste vriend ook. Ik doe het meeste met Prince Diane. Want ja, hij is, weet je, hij is niet alleen mijn liefde, maar hij is ook gewoon echt mijn beste maat. Hij weet alles van mij, we bespreken alles met elkaar, we vertellen echt, ja... We vertellen gewoon alles aan elkaar en als we samen op de bank zitten, nemen we even samen heel de dag door en hebben lachen met elkaar. We vinden elkaar ook hilarisch. Ja, we hebben eigenlijk niet zoveel mensen nodig. En de mensen die we hebben, dat is oké, dat is goed. En waarom ik dit vertel, is omdat ja, het is toch een stukje privé en toch wel, ik krijg veel DM's van meiden die... daar nieuwsgierig naar zijn. Omdat ja, mensen volgen mij al vanaf dag 1. En je hebt periodes, fases in je leven dat je gewoon anders bent. Dat je andere dingen doet. En ja, dit is ook weer een fase. Dus vandaar dat ik het gewoon even vertel. Misschien is het wel interessant. Dus ja, ik ga dit ook even weggooien en de bloemkool opzetten. Heerlijk. Ja. Lekker vriendje. Ja, ik heb dit ook net die dit. Ja? Lekker opeten, hè? Ja. Zo, het huis is helemaal schoon. Heerlijk. Ila ligt op bed, de vaatwasser dan. Ik wou echt een herrie. Dion die is ook onderweg naar huis. Ja, die heeft super leuk gehad. En... hij kwam een bewaker tegen en die zei, ja, je bent wel rustig geworden. Dus ja, ik ben gewoon hartstikke trots op hem. Weet je, hij wordt nu ook ouder en ja, hij is vroeger altijd een beetje een gekkie. En hij laat gewoon zien dat hij volwassen is. En daar ben ik hartstikke blij mee. Zit ik ook gewoon lekker met een gerust hart thuis. En ja, gewoon trots op hem. Ik heb hem wel gemist. En zijn vriend Renel brengt hem thuis. Dus die komt denk ik ook nog even pinnen. Oh. Ik ga heel even lekker goede tijd opzetten. Een vlogje heb ik ook lekker opgezet. Super veel leuke reacties. Echt heel leuk. En ja, er komen echt heel veel vlogs op. Ah, die wimpers jeuken wel een beetje. En mijn lippen zijn ook al, nou, ze zijn wel dik. Maar het komt nog wel goed. Nou, mijn schatje is thuis. Hij heeft mee de liefde aan het verklaren. Heb je me gemist? Mm.
Ik heb heel de tijd aan jou gedacht hoor. Ja? Schatje, ik vind het behoorlijk zwaar dit. Ik heb bij jou shit, ik heb je ook gemist hoor. Echt? Ja. Was niet te merken. Hoezo niet? Ik heb je alleen niet gebeld. Jij hebt mij met rust gelaten, dat moet je niet doen broer. Hoezo niet? Je bent toch gewoon even lekker weg? Moet ik je dan 100 keer bellen? Nou ja, 100 keer niet, maar weet ik veel. 1 keer? Nee, 3 keer of zo. Ja. Je hebt me gemist, hè? Oh, heel erg. Heel erg. Schat, ik zeg je eerlijk, ik ken heel moeilijk zonder jouw leven, man. En ik vind het echt gezellig met al die gasten. Maar ik ben dan ook wel heel blij als ik thuis ben. En een paar jaar geleden... Kijk, laat ik zo zeggen, als ik jou niet had, had ik vandaag om 7 uur 's ochtends thuis gekomen. Of niet thuis gekomen. Ja. Ja, echt. Oh, mag niet. Geef me niet. Nee, doe maar.